Rama heeft enorm zin in het nieuwe schooljaar. Lezen, rekenen en schrijven en samen met haar vrienden spelen op het schoolplein. Maar net als vorig jaar is er geen school en dat komt allemaal door de oorlog. المفروض اكون السنه اللي فات صف سادس بس راحت علينا السنه كلها بسبب الحرب لكن هلقيت الصف اللي كنا ندرس فيه ونتعلم ونكتب ونقرا احنا هلقيت نازحين فيه. Rama en haar familie zijn zelf ook gevlucht voor het geweld. Ze wonen nu in school, waar dus geen les wordt gegeven, maar waar mensen onderdak zoeken. Toch heeft ze nog een paar schoolboeken bewaard. الكتب كنا زمان نفتحهم كانوا في الشنطة كنا ندرس منهم يسلمونا إياهم في المدرسة كنا نحل الأجوبة بس هلقيت صرنا نستعملهم للفرن وين ما نروح بنلاقيهم عند الفرن للحمية بطل لهم لازمة. De school waar Rama nu heen gevlucht is, is in Deir el-Bala. Dat is in het midden van Gaza. Sinds oktober vorig jaar is er in Gaza oorlog tussen Israël en Hamas. Door de oorlog kunnen meer dan 600.000 kinderen niet naar school. Bijna alle scholen zijn namelijk vernield door bombardementen. De schoolgebouwen die er nog zijn, worden gebruikt om vluchtelingen op te vangen. Nu Rama geen les kan krijgen, helpt ze haar ouders en zorgt ze voor eten en schoon drinkwater. Daar is ze soms de hele dag mee bezig. زي كل الناس كل الناس طبعا هناك على التكيات والطابور كتير طويل هناك بجد معاناه. Hulporganisaties maken zich grote zorgen over kinderen zoals Rama. Ze krijgen geen les, hebben het zwaar en leven onder slechte omstandigheden. Elke dag hoopt Rama maar één ding: dat de oorlog stopt, zodat ze weer naar school kan. وطبعا الاطفال اللي بسني واصغر من عمري كلهم نفسهم انهم يرجعوا على الشمال ويسترجعوا الذكريات تبعت ايام المدرسه وانهم يدرسوا ويلعبوا بالمدرسه.